allemaal. Het fijn dat je er bent. Ik wil zeggen, lekker vandaag een uurtje later op, maar want we hebben studiedag. Dus in plaats van 8 uur hoef ik pas 8:30 te zijn. Maar ik was een uur eerder wakker. Dus waarom moet ik 6:30 op, ik was 6 uur op. Toen ging ik video's van Rebecca kijken. Echt dom, eigenlijk. Goed, over 24 uur ben ik hier dus niet eens meer. Ik wou dus even zeggen wat ik echt vind op mijn huid. Ik weet niet wat het is. Dit zijn dus geen puisten. Niet met zeg maar iets erin. Het is zo typisch, ook mijn haar nog doen. Dan ben ik dus al helemaal klaar. Maar ik ben dus bezig met een pakketje maken voor een collega. En daardoor kom ik nu dus te laat. Dus wie herkent dat? Vakantie. Jee. Ik ben even naar sportschool gegaan. Maar ik ben heel erg kort. Want ik merk dat ik toch iets moe ben om te sporten. Hallo, ik ben druk bezig met inpakken. Tenminste inpakken, sorteren. Ik dacht ik film het ook eens even. Kijk, hier is aan de gang. Ja, ik weet dat ik niet zoveel ga gebruiken. Maar ik ben toch een beetje aan het nadenken over wat leuke kleren. Jongens, ik ben zo blij. De bel ging, dus ik denk daar is mijn sushi. En toen had ik al verteld dat ik mijn pakketje had. Ik dat al verteld? Ik ben dus nu Bobbi Brown ambassador. Als in, ik krijg elke 6 weken nu een pakketje met 4 make-up producten toegestuurd. Om te laten zien in de vlog en op Instagram. Dus ik heb en mijn sushi. En pakketjes. Dus ik ben echt zo niet normaal blij. Ik ga het nu uitpakken. Best wel veel sushi. Dit is bij die sushi tent in Weesp. Ik heb vast 1 pakketje geopend, maar ik ga ze eerst openen. En dan ga ik first impression erin kijken. Oh, niks! Niks heeft me wat opgestuurd weer. Niks pakketjes zijn altijd echt subliem. Ik ben zo benieuwd. Maar ik vind het leuk, ik heb net nog make-up gehad. Dus ik ben echt benieuwd wat ik dan nu weer krijg. Customize your flawless face. Prep. Nou, dat is dus, heb ik laatst verteld. Die primer gebruik ik nu. Die foundation gebruik ik ook elke dag. Dit gebruik ik elke dag. En ik zit nu al elke dag in het flesje te kijken van, oh nee, is die bijna op. Want hier heb ik er dus nog even van gekregen. En de... Yes. En de primer dus nog niet, wou ik zeggen. Want die had ze toen niet, maar die heb ik nu. Dat betekent dat ik van allebei nog geen heb. Dit heb ik op Instagram overal al verteld. Haal deze. Ik vind hem heel mooi. Want ik zie hier een drop foundation. Dus dit is denk ik voor foundation. Nou, ik ga hem zeker gebruiken morgenochtend. Deze ga ik nog even... Oh, deze is zacht. Deze ga ik nog even mooi bewaren. Want ik vind het altijd op deze manier wil ik kast een beetje bewaren. Want ik zonde vind hem alles door elkaar. Deze is echt niet normaal zacht. Heel erg bedankt Nick. Ik ben echt mega blij. Dank jullie wel. En dan nu, dit is wel echt zo'n soort van gevoel van wauw, weet je. Ik heb wat bereikt. Er is namelijk een samenwerking met Bobbi Brown, wat ik net zei. En dat is dus echt wel een high-end merk. En dat vind ik gewoon geweldig dat ik dat mag testen. Van mooi. En dan deze prachtige doos. Een blush. Een art stick. Een foundation stick. En nog een lipcolor. En ik hoop zo dat het een nudie color is. Weet je hoe het voor mij voelt dat ik deze producten openmaak? Een beetje zoals vroeger als ik als klein kind door mijn moeders make-up ging. Dat is echt van die mooie make-up producten. Die echt zo zwaar zijn. En ik haalde deze lipstick. Dit is echt, deze lipstick is dus zo zwaar. En dat voelt dan zo chic. Ik ga het nog niet testen, want ik maak er nog een Instagram foto mee. Maar dit is de lipstick. En dat is dus echt een kleur die ik draag. Dus daar ben ik mega blij mee. En dit is denk ik een foundation stick. Maar best wel een goede kleur. Vrij licht misschien. Maar ik denk dat deze qua tint voor mij echt top is. Dus hier ben ik ook heel benieuwd naar. Het voelt zo luxe jongens. Echt. Dan dit. En dit is een lipstick potlood. In een hele mooie. Ik dacht eerst zeg maar een beetje bruin. Maar volgens mij is hij ook een beetje oud-roze. Ik weet het niet precies. En een slijper erbij. En die blush is ook echt een beetje dezelfde tint. Dus ik kom hier later op terug in deze vlog. Denk ik in deze vlog of in de volgende? Ik denk wel in deze, ja. En dan ga ik het even meenemen op vakantie denk ik of zo. Ik ga er in ieder geval even heel goed naar kijken. Want super blij mee. Nee. Ik ga het stiekem filmen. Ruben, kan je even aanknaden? Vinden wij heel bijzonder. Dat vinden wij heel bijzonder. Nee, niet rrr. Wel. Bijzonder. Dat vinden wij heel bijzonder. Ik kan het niet. Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij heel bijzonder. De raar. Hallo allemaal. Maar hij is zo mooi met deze lens. Kijk, even het fluff laten zien. Laat het fluffy zien. Bobby. Wat? Je bent zo mooi. Oh, dit is het schattigste wat je ooit hebt gezien, Rip. Dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij heel bijzonder. Jongens, ik ben echt al zo lang op zoek naar een thumbnail dat ik maar gewoon deze doe. Allemaal saai. Dit is stom, want zit ik op mijn telefoon, dus ik doe maar gewoon die. Laat maar even weten of je vond dat dit de beste was. Dan ga ik er sushi plaatjes overheen doen. Kijk, het is allemaal met vis. Ja, kan wel misschien. Nou goed, zo doe ik dat dus. Goedemorgen jongens. Het is bijna 6:30, dus wij zijn bijna klaar om te vertrekken. En Bobby wil mee. Hé Bobs? Nou, onze auto start weer eens niet en dat betekent dat we weer moeten gaan aanduwen. Maar we staan best wel krap op de volgende auto. Dus we moeten eerst achteruit gaan duwen denk ik. En er is niemand die ons kan helpen, want het is echt heel vroeg. We zijn met papa en mama en we zitten in de auto. We zijn 40 minuten later. Gewoon een taspetje. Kijk, gezellig. Verrij? Zeker weten. Lang geleden dat we met een andere auto op vakantie zijn geweest. Maar het is dus leer, dus het zit heel hard. Gewoon rijden nu. Wel lekker ruim. Een broodje te eten. Schattig. Dit is niet goed, want er bestaat ook een plek in de reserve. Ja. We zijn al een uur bezig om de juiste plek in te voeren. Ja. Kijk, dat is echt mooi in Limburg. Niet verder dan dat alleen. Ja. Wat in Frankrijk. Oh mijn WhatsApp. Roberto is nu aan het rijden met Robin. Is leuk Roberto? Zoom hem wel even in op zijn hoofd. Iemand net shorts in het spiegel. We zitten al op een derde. Ja, 60. Het gaat wel lekker. De reis gaat wel snel zo met mijn moeder daarnaast. We gaan helemaal stuk, want we zijn dus nog steeds met oma aan het appen. Maar oma doet als ze niks begrijpt of ze begrijpt links. Oh. Oma is oma. Oma zegt dat we een vleesschotel. Ze zegt we eten vleesschotel, dus ik vraag wat is een vleesschotel? Ze zegt, nee, van een vierde koppers uit. Dat is echt heel grappig. Kan je daarna maar scherp? Papa begrijpt het denk ik niet. Hij snapt het. Wat zeg je? Heb je die vleesfoto gezien? Laat eens die vleesfoto zien. Dat is zo het is echt wel lekker, ze zegt lekker. Jezus. Oh mijn god. Ze zegt lekker. Ze zegt lekker. Rode Kruis en ANWB. Ja. Kijk, we moesten op advies van het Rode Kruis moesten we thee meenemen. En dekentjes. Kijk, ik heb een dekentje. Zie je het, mijn deken? Die dekens zijn lekker. Ik ben helemaal moe, dus ik heb niet echt meer gevlogd, maar we hebben nog even boodschap gedaan. Ja, dat is weer super chill. Oh, dat was wel s'nachts. Lekker dingetjes gehaald, open en helemaal gezien. Het is al 8:30. Kijk, papa is lekker aan het koken. En ik heb een bad, maar dat doe ik dan na het eten. Dus nu is het echt weer een beetje alsof je weer thuis bent. En papa lekker gaat koken en zo. Spullen uitruimen nu. En ik denk dat ik morgen nog niet ga skiën, want ik wil echt slapen en chillen en ik ben zo moe. Maar wel heel erg happy. En lekker dat we in één keer zijn gereden ook. Dat we er gewoon lekker zijn nu. Spannend. Goedemorgen jongens. Ik heb echt mega veel keelpijn, maar dat had ik al verwacht. We gaan dus vandaag niet skiën, want het te veel werk is om nu alle spullen te pakken. Maar oma had wel voorgesteld om te gaan wandelen. Alleen hebben we alsnog wel warme spullen nodig. Dus mama is nu even boven aan het kijken voor alle spullen. En ik wil even dit laten zien, want ze hebben hier dus, in Frankrijk, haver, rijst en amandeljoghurt. En dit is dus echt 50 cent voor zo'n kuipje, dus wel duur. Maar het is zo grappig. Het is alleen wel best zoet. En ze hebben ook gewoon amandelmelk, dus ik kan nu havermelk maken. En dan aankleden. Hier is papa. We zitten nu in het tweede bakje en dat zijn we boven. Maar kijk, je kan wel zien, het is echt heel erg mistig. En dit is mijn papa binnen. Hallo. Hallo. Oh, het is heel erg ingezoomd. Oké, jongens, we hebben net even... Papa heeft wat gegeten, oma heeft een taartje gegeten. Koffie gedronken en best wel een dikke tent. En nu gaan we weer verder wandelen. Ik zeg dat ik het niet heel leuk vind te wandelen. Het is echt mega zwaar. Maar wel goed voor de billen. Oh nee, als hij gaat zoomen, als hij gaat filmen, gaat hij wat meer inzoomen. Dus iets naar achter. Stop. Dichterbij. Stop. 3, 2, 1. Quiz Charlotte. Dat staat nergens op. Quiz Charlotte Marmotte. Het is toch schattig dat je een marmotje bent? Ik vind het leuk. Tuurlijk, ja. Charlotte is een mooie naam. Wow, moest je eens kijken hoe mijn ijspegeltjes al om het rond gaan. Wow. Vinden we het wandelen? Vinden we het leuk? Ja. Waarom? Omdat we buiten zijn, het niet koud is en je lekker de schittering van de zon voelt. Oh, oké. Wat is jullie conditie op een schaal van 0 tot 10? 8, 8,5. Jij hoor, Pap? 10. En jij hoor, Ruben? Ja, 7. Ruben? Ook 8,5. Ik denk 2. Bij mezelf, hè? Ik ben echt erg. Je doet geen cardio. 10 minuten. Nee, maar rechtdoor lopen kan ik urenlang, maar omhoog. Ja, maar dat kost meer terug. We zijn weer thuis. En we zijn dus alle ski-dingen aan het uitzoeken. Ik had echt nachtmerries, want ik wist, ik ga niet die broek passen van vorige keer met Ruben. Daar heb ik ook een Instagram foto van. Dus toen ik hem net kende, toen was ik gewoon dunner. Ik wist, ik ga hem niet passen. En hij ging wel voor mijn benen, maar ik kreeg hem gewoon net niet dicht. En dus ik weet nog vroeger dat ik niet durfde te zeggen dat ik hem niet dicht kreeg, omdat ik gewoon me ervoor schaamde. Dus toen zat hij al niet helemaal dicht. Maar nu wilde ik wel gewoon een goede broek. Mama moet lachen. Dus nu wat? Ik ben eerlijk, hè? Dus nu heb ik een groene van papa. En dat is wel heel erg fijn, want ik vind de groen ook heel erg mooi. Dus dan heb ik tenminste die stress niet meer. Want ik merk dat ik meteen zoveel blijer ben. Ja. Jij kan je daar niet in vinden. Jij kent dat niet. Ik ben nog gewoon als de dood dat ik geen skikleding heb. Maar goed, dat is opgelost. En over 2 uur gaan we borrelen bij Open Oma. En nu zijn we gewoon even lekker ons ding aan het doen. Toch? Ja. Oké. Kijk even naar papa. Ook zijn beentjes moeten er ook bij. Oké. Ja? Yeah? Hoe smaakt dat? Dat lijkt me echt heel... Daar doet ze dat! Nou, elke die... Thuis kregen we 2 boterhammen met beleg. Ook na de oorlog? Na de oorlog. En iedere boterham meer. Zout was toch? Zonder iets. Dat is met zout? Nee, zonder iets. Nee, maar dik. Dat is zout. We hebben net met z'n allen De Luizenmoeder gekeken. Met herhaal terugkijken. Het was echt vet leuk. En nu ga ik dit eraf wassen. En morgen gaan we eens goed skiën. Dus tot morgen. Doei! Goedemorgen. Wij gaan zo skiën. En we zijn even bezig met dingen aantrekken. Ik hou niet zo heel erg van laagjes. Maar dit zit zo heel strak. Hebben jullie dat ook? Ik vind het zo niet lekker zitten. En ik doe zeg maar gewoon deze H&M sportbroek. Vind ik veel lekker dan een maillot. En ja, laagjes. We staan op de skis. Op de... Na 4 jaar. Netgeboren kinderenheuvel. Ruben moet op de netgeboren kinderenheuvel. Kijk, daar komt Ruben. Kijk, Ruben, hey. We zijn nu zo makkelijk een piste aan het doen voor Ruben dat ik ook wel kan vloggen ondertussen. Oh nee, er komen heel veel mensen aan. Het is voor mij een extra challenge. Wist jullie dat ik al ski sinds ik 3 ben? Er is eindelijk een sport waar ik beter in ben dan Ruben. Kijk, daar zijn de ouders. Oké, ik ga je. En jij gaat achter mij aan, mam, en dan Ruben en dan papa. Ja. Ja, maar ik kan niet echt in de rij blijven. Nee, maar ik film hem. Ik weet niet of ik je er allemaal op heb. Maar... Jongens, hoe is het? Leuk, lekker. Wel een beetje koud, maar ik kan je niet laten vallen, schat. Je moet weer zo'n bandje eraan maken. Ja. Want dan ben je kwijt. Het is wel koud, hè? Ja, heel koud. Onze billen zijn bevroren. Ruben, doet het goed? Zeker voor 26 februari. Heel knap. Kijk, daar zit het. Dat is een kleurtje, ook waarschijnlijk wel niet. We zijn weer thuis. We gingen best wel snel weer. We hebben dus, had ik dat verteld, alleen op het... normaal nemen we 2 bakjes, nu hebben we 1 bak genomen, wat makkelijker. Dat is ook veel goedkoper, dus dat was wel een goede beslissing voor Ruben. Want hij heeft 1 keer eerder geskiet, 2 dagen of zo. En toen was hij er echt best wel goed in. Maar hij kan in principe niet skiën. Dus mama was ook eens van, kom, we gaan meteen dit doen. Toen zei hij, nee, ik wil echt even die langs van mijn lift, dit en dat. En hij ging zo hard, maar hij was al 2 keer gevallen. Hij was helemaal bezweet. En op een gegeven moment zei hij van, ja, ik kan nu naar huis, want nu... Op een gegeven moment wordt het te heftig, weet je. Het is niet normaal. Hij skiede net zo hard als wij, terwijl hij nog nooit heeft geleerd. Dus ik vond het ook wel prima om lekker voor naar huis te gaan. Wij gaan nu naar de Carrefour, mama en ik. En verder gewoon chillings. Mama en ik gaan een mukbang opnemen. Dus die jas maakt inderdaad wel heel groot als je het vergelijkt met die skijas. Hoe groter iets is, hoe volumineuzer dat lijkt. Volumineuzer. Ik wil niet zeggen dat zelfs dunne mensen die doen zoiets heel groots aan om dan wat steviger te lijken. Ja, ik dacht alleen maar grote kleding. Je weet niet hoeveel ervan gevuld is. Ja, daarom draag ik het ook. Ik hoop dat je denkt dat niet alles gevuld is. Ja, maar als je dan lijkt alsof alles wel gevuld is, dan is het... Nee, zo'n strakke skiën staat toch wel mooi. Ik kan nog even vertellen dat ik dus deze lipgloss van Clinique nu dus steeds op heb. Hij is mooi, hè? Oh ja, zeker. Mama vond hem ook mooi. Ik ben dus even bij de Monoprix. Ik wist ook niet dat je dat in de buurt had, maar kijk hoe schattige dingetjes hier hebben. Een soort van Japans. En een hele soort hele rare beauty blender. Kijk, kunnen jullie dit zien? Het is een soort van harde spons. 2,95. mascara, lipmaskertjes. Ik zeg dat ik dat niet zo vaak gebruik. Ik vind het nooit zo chill. En dit, gezichtmasker. Cijferend gezichtmasker. Zo'n cognac sponge. Dit ook. En wat is dit? Voor je wallen. Eigen merk, maar ik ben niet zo van de sheet mask. Dit is sheet mask voor je ogen. Ik ben niet echt een koopbui of zo. Kijk, hier hebben ze nog meer maskertjes. Wel even leuk om te zien. Dit is volgens mij echt een goede aanbieding. Eerst 30. Real Techniek. Technieks. Ja, deze heb ik volgens mij ook niet in Nederland. Van Yes to Tomatoes. En dit. Oh. Het is allemaal echt heel erg leuk. Voor erasing stick. Ja, €12. Wat zouden jullie kiezen, jongens? Het kaartje waarop 14 frambozen zitten, maar kleiner, of 12 grote? Wat zou jij doen? 12 grote of 14 kleine? 12 grote. Ik pak altijd het kleinste. Nee, 14 kleine. Echt? Die heeft Ruben. Is dit een tractatie van jou, Charlotte? Mijn cadeau. Zo. Graag gedaan. Welkom, Super de Boer. Hé, hey, Super de Boer bestaat niet meer. Graag gedaan, Super de Boer. 2000 geworden. Oh. Papa, we gaan het even naar open en brengen. Die vinden dat wel lekker. Oké, dames en heren. Ik ga lekker weer in bad. Het is al de derde avond. Maar nu echt even lang en in mijn eentje. Daar heb ik echt behoefte aan. Dan ga ik eerst mijn haar wassen. Dat moet gebeuren. Dat ga ik doen met... Ik weet niet of je deze al in Nederland hebt. Vroeger gebruikte ik heel vaak Garnier. Maar het is best wel goedkoop ook hier. De Garnier... Deze. Nutri Coconut No Frizz. En ook de conditioner. Dat doe ik dan eerst. En als ik dat heb gedaan... Ik lekker mijn haar in een handdoek. Oh, hallo Charlotte. En dan ga ik in bad met de Jelly Balm van Lush. Die volgens mij niet zo erg goed is, maar ik ga hem even voor jullie filmen. En daarna dit lekkere maskertje wat uit de Ardennen nog is. Maar het is dus een Frans maskertje. En Lotte vond die schusje van Ruben vond die heel goed. En dan gewoon lekker chillen. Kijk deze mega van een skieschool denk ik. Oké. Deze ruikt dus naar Snow Curry en dat is echt mijn favorite. Komt ie. Ik hoorde dat het niet zo heel bijzonder is, maar je weet. Wow, hij schuift echt super uit. Ik vind dit al leuk hoor. Oh ja, hier voel ik wel een heel raar iets. Oké, dit doet er in ieder geval heel langzaam over, dus dat is wel leuk. De kleur is minimaal. Maar je voelt gewoon als je een beetje handen door het water gaat, voel je een soort van jelly substantie. Maar het is niet echt een jellybad of zo. En dit is het masker. Ik heb hem dus bedenk ik me nu bijna een jaar. Want dat was in de voorjaarsvakantie dat ik hem kreeg van Lotte. Ik vind hem niet echt tof. Hij prikkelt en hij stinkt. Maar misschien is hij wel overdatum. En hij hecht niet goed aan mijn huid. Maar ik ben ook echt wel hele goede gewend. Hij stinkt heel erg. Maar ik laat hem maar even op. Jongens, ik kan zo mijn bed in. Ik ben zo moe. Ik hoor het ook aan mijn stem. Ik heb op Instagram even een review van die baadbom gegeven. Ik vind hem echt niet chill. Oh, de masker vond ik stinken en prikken. Dus ik kan niet echt een review geven. Opa heeft geregeld dat wij met zijn auto kunnen. Hé opa? Dankjewel ja, opa. Ja. Ja. Even een... Nou, wij gaan naar Annecy. Doei. Dit is ons autootje. Mama gaat het even laten zien. Daar zit in ieder geval een flinke deuk. Die hebben jullie dan niet gedaan. Oh ja, doe even een schaterrondje. Heerlijk. Hoef je ook niet bang te zijn voor een deukje. Nou, en dit is onze dag vandaag. Lichtstoelen op het strand. Ga jezelf vloggen, man. Zo, heb ik genoeg gefilmd? Ja. Veel plezier, doe voorzichtig. Dankjewel. Heb je nog skibroek bij voor als het koud wordt? Het is helemaal niet koud, heerlijk. Wij gaan lekker naar de zon, doei. Gaan we weer, jongens. Lekker weer een dagje met z'n tweetjes. Opa heeft vandaag helemaal lopen regen dat het lukte. En het is gelukkig gelukt. Kijk, ik ga nu dus mijn nieuwe Bobbi Brown lipstick testen. Deze heet Luxe Lip Color in Neutral Rose. Alleen we moeten even zorgen dat dit ergens hier gaat staan ofzo. Oh, mega pigment. Wow. Ik heb nog nooit zo'n gepigmenteerde lipstick gezien in mijn leven. Mooi. Echt op zoek ben naar echt een lipstick. Echt een dikke, dekkende lipstick. Dat zit wel een aanrader. Ik ben zelf... Ik denk dat ik dat potlood... Is meer mijn ding. Dit is iets minder opvallend kleurtje en iets meer creamy. Maar als je dus echt een langhoudende lipstick wil, is deze wel heel mooi. Nu heb ik het potlood op en dit is dus kleur Bear Bobbi Brown Crayon Rouge à Lèvres Art Stick. En dit is echt voor mij top. Ik moet zeggen dat het een beetje die lipstick van net er nog een beetje onder zit. Want die heeft een hele sterke pigmentkleur, die blijft denk ik heel lang zitten. Dit is iets meer creamy, iets meer nude, iets minder heftig qua kleur. Ik vind deze echt liefde voor deze stick. En ik heb hem al... Dat is nu nog maar 51 minuten weer. Raar, hè? Ik heb hem denk ik al 7 keer gebruikt en nog geen één keer geslepen. Kijk. Dus hier doe je ook mega lang mee. Deze ben ik echt helemaal fan van. Vind je dit mooi staan? We zijn er, het is nu 1 uur. En vanaf 1 uur zou er een wolkje met zon zijn, maar... Wolkjes is er al? De wolkjes zijn er al. Het is koud! Maar het is zo lekker om even lekker uit te zijn met z'n tweeën. En in de zomer bijvoorbeeld gingen we echt zo dicht mogelijk parkeren omdat het zo heet was om te lopen. Oh, weet je nog hoe heet het in de auto was toen? Ja, lekker hoor. Helemaal nat in de auto. En nu is het koud, dus nu is het juist lekker om te lopen. Dus, maar het is echt lekker om weer met z'n tweetjes zijn. En ik ga straks even, moet Ruben even een Instagram foto van mij maken. Ja, het zijn echt, in Frankrijk heb je nooit leuke winkels. Kijk even. Dus, ik zag tegen Ruben, ik moet echt één dingetje kopen wat heel goed bij mij past. En ik heb dat ze al ontdekt wat het is. Kijk. I'm not a unicorn, maar hij is een cattycorn. Dus denk, die is maar 4. Maar ik zeg, het is net hetzelfde als Action Primer. Is ook zo, maar... Deze voor de katten. Nee, de katten hebben dat niet nodig. Ruben, deze ga ik kopen. Waarom? Doe dan, het is nog wel leuk iets. Dit? Voor wat ga je het gebruiken? Jongens, eventjes, zeg even in de reacties dat ik deze moet kopen. Nou, deze 2 wil ik hebben. Ik vind deze nog leuker eigenlijk. Welke vind jij leuker? Allebei dom. Nou, we zitten serieus buiten. Er is 1 plek, 1 cafeetje. Hier met hele leuke schapenmatjes. Kijk, precies in de zon. Moeten jullie kijken waar we zitten. Wow. En overdekt door het warm is en we gevraagd of de warmtelampen aan mogen. Dus mega chill. Jongens, we vroegen ze of de warmtelamp aan mocht. Toen zei hij nee, alleen als je hier gaat eten. Dus nu willen we hier dus alleen daarom al niet meer eten. Zo zijn wij dan ook weer wel. Kijk, maar ik ben bang dat de zon zo onder gaat. Maar dan gaan we gewoon weer ergens anders heen. Lekker hè? We hebben zo lekker gezeten. En nu gaan we in ons autootje. Op een gegeven moment heb je het al gezien in... Oh, ik voel mijn lippen niet meer. Op een gegeven moment heb je het al gezien in Annecy. Maar we willen nog niet naar huis. Maar ik weet nog niet wat we gaan doen. Ik ben weer thuis. En over 5 minuten kunnen we aan tafel. Vet chill. En ik heb... We hebben even 3 kazen gekocht voor opa, omdat hij zo lief met de verzekering heeft geregeld dat we de auto konden gebruiken. Dus die gaan we nu brengen. Opa vond de kaas heel lekker. Hij zei dat het precies de 3... Ik heb maar niet gefilmd, want oma houdt niet van de camera. Dat het precies de 3 kazen zijn die lekker zijn. Bij opa kan dat ook wel een beetje, dat hij dat zegt om zijn kleinkind blij te maken. Maar hij vindt, haal Tom en Gijs krijgen het heel blij. Tom de 4 en nee. En nu gaan we lekker papa eten. Heel lekker. Heel lekker. Oh, lekker. Ik heb van Ruben dit cadeau gekregen. Nou, wat zou het zijn? Kijk! Is dat een poes? Bobby? I'm not a unicorn. Meer Bobby. Oh, schattig. Deze Sephora heb ik dus... Dit masker had ik de vorige keer testen en toen dacht ik, nou, die hebben wel heel veel mensen getest. En nu hadden ze hem in een nieuwe variant. Dit is dus een hele bekende Dr. Jart+. In paars. Dr. Jart+, rubbermasker. Jeez. En deze moet je dus zelf opsmeren. Dus deze ga ik in deze vlog op de volgende vlog testen. Lekker! Ik wil hem ook meteen te eten, Ruben. En ik heb een luchtje. Lekker! Oké, het is tijd om het Dr. Jart Shake and Shot Rubber Soothing Mask te gaan testen. Het lijkt alsof je als je een haarmasker gaat maken. Oh, ik heb echt een heel klein gaatje weer gemaakt. Dat maakt niet uit. Huh? Je hoort niks meer. Wow, dit is echt een chemisch proces. Vet, je doet 2 dingen bij elkaar en het wordt een soort van foam. Kijk, dat vind ik wel interessant, scheikunde. Dit is wel wat in het hoofd. Volgens mij lijkt het een beetje op... Lijkt een beetje papier-mâché. Nou jongens, ik ben echt al heel lang bezig. Ik heb nog meer. Maar ik ga nu stoppen, want volgens mij is het zo wel goed. Echt, ik heb nog nooit zo'n moeilijk masker aangebracht. Ik ben wel heel benieuwd naar straks. Het is wel jammer dat het niet echt een heel heftig kleurtje is. Maar ik zie jullie wel zo als hij opgetrokken is. Volgens mijn masker. Godverdamme, wat een smerig ding. Voel eens. Godverdamme. Volgens mijn masker. Ie. Voel nog eens? Nee, vies. Doe eens. Het is niet nat. Het is niet nat. Yoghurt. Yoghurt. Het is rubber. Ja, lijkt plastic. Maar het is wel... Als je het eigenlijk dan denkt dat het helemaal uit elkaar valt, maar dat gebeurt niet. Eerst je huid helemaal openweken of zo stomen en dan dit erop doen. Nee, maar het is een hydratatie. Kijk, hij gaat niet kapot. Had ik wel verwacht. Ik wil hem helemaal in zijn geheel, maar dat lukt niet. Ik ben benieuwd. Het gaat er wel echt chill af. Oh ja, het voelt echt heel zacht. Het lijkt een beetje op wat je vroeger op het raam plakte. Je ziet het ook. Ik zie er echt heel erg fris uit. Het lijkt me heel lekker om hierna je make-up op te doen. Ik zou het wel echt super leuk vinden om het heel netjes te kunnen aanbrengen. Maar ik wil even jullie goed laten zien hoe mijn huid eruit ziet. Kijk. Het lijkt wel alsof die puistjes ook minder zijn, joh. Ik ga zelf nog even googlen wat het allemaal precies doet en zo. Want ik vind het wel interessant. Maar als je het ook interessant vindt, moet je maar even zelf googlen. Oké, ik raad het masker heel erg aan. Ik ben heel enthousiast. Mocht ik hem nog een keer zien, dan ga ik hem zeker nog een keer halen. Echt waar. Had ik niet verwacht. Dus dat was mijn review. Maar echt top. Oké, hallo. Dan ga ik nu even de vlog voor jullie afsluiten. Want hij duurt er weer veel te lang. Dus binnen een week denk ik kun je het volgende deel verwachten van de rest van mijn vakantie. Doei!